Slecht nieuws uit de bananensector, want door een onoverwinbaar virus is de enige bananensoort die vandaag in de winkels ligt met uitsterven bedreigd. En dat is bijzonder jammer, want de geschiedenis van die banaan gaat ver terug. Bananen. Een overzicht van de rijpe geschiedenis van deze vrucht beginnen we in het oude Griekenland, waar we het eerste bewijs van zijn commercialisering terugvinden in het standbeeld de Chiquita van Milo. Maar de echte doorbraak kwam er in de 16e eeuw nadat hij een belangrijke rol vertolkte in Shakespeare's Romeo and Juliet. O Romeo, Romeo, thou hast a banana in thine ear. What sayest thou? Thou hast a banana in thine ear. I can't understand thee, for there is a banana in my ear. De eerstvolgende vermelding van de banaan vinden we in Amerika rond 1900, wanneer vroege Europese settlers geconfronteerd worden met een inheemse bevolking die schiet met bananen. Slechts 3 schoten waren voldoende om de broek van de tegenstander te doen afzakken. Rond die tijd begonnen grapjassen de banaan te gebruiken om te doen alsof ze belden. Een mopje dat in onbruik raakte nadat Graham Bell de telefoon uitvond. Bange tijden braken aan wanneer de bananenban aan de bananenbrand het bananenbandgebruik aan banden legde en dat slechts een maand na de bandanaban in de Ray-Ban-ban. In 1968 landde NASA de eerste banaan op de maan, een project dat tientallen miljarden dollars kostte, maar de landing van de eerste man op de maan in 1969 fel bemoeilijkte. Vandaag dreigt door een virus de ondergang van de banaan en staan andere vruchten te popelen om zijn maatschappelijke rol over te nemen. Zeg dus niet meer bananasplit, maar artichoksplit. En vergeet de bananenboot, hier is de pastinaakboot. Volgende week, het einde van de banaan zoals we hem kennen lijkt nabij. Wie weet zien we hem met een kleine portie geluk en een beetje hulp van de technologie ooit weer terug.